Woensdagavond hebben het college en de raad flink gediscussieerd over het plan voor de vernieuwing van winkelcentra in Dukenburg. Noël Vergunst, wethouder in Nijmegen, gaat over het bestemmingsplan. En het belangrijkste onderdeel van het besluit is om in winkelcentrum Meijhorst twee supermarkten toe te staan. Er is ook heel concreet een ontwikkelaar die daar wil beginnen. En dan zeggen we ook, dan behouden we ook het winkelcentrum Malvert zoals het nu is, zonder uitbreiding. Dat is volgens ons ook niet nodig, want de afstand tussen Malvert en Meijhorst is ook beperkt. Dus wij denken dat met een relatief kleine supermarkt in Malvert de mensen daar goed bediend worden. En mensen die wat een ruimer assortiment willen, die kunnen dan straks naar een groter winkelcentrum in Meijhorst. Sjaak Schepers is ondernemer in het winkelcentrum van Malvert en hij is het niet met Vergunst eens. Er worden te veel supers gebouwd voor te weinig publiek, is onze mening. Onze super op de Malvert wil graag uitbreiden met 400 vierkante meter. Door de plannen van de winkelcentra Meijhorst, Weeshof, twee grote supers neer te zetten. Wat ons inziens onzin is. Overbewinkeling. Er gaat waarschijnlijk een super omvallen. Dat realiseren ze zichzelf ook. Dat staat ook in het rapport. Wij willen dolgraag dat de Jumbo groter wordt. Is voor ons centrum heel belangrijk. Dan blijven de winkeliers ook bestaan. Gaat de Jumbo weg bij ons, dan is het de doodsteek voor het winkelcentrum. Ik begrijp heel goed de zorgen van bewoners en ondernemers over de toekomst van Dukenburg. Dat horen we heel vaak. Maar als je kijkt op dit moment naar winkelcentrum Malvert, dan zien we dat er eigenlijk de leegstand die er de afgelopen tijd is geweest, zo goed als is verdwenen. Ook de orangerie wordt weer gevuld. Dus daar komen senioren te wonen. Dus ik denk dat de komende jaren voldoende draagvlak is voor de winkels in Malvert. De ondernemers in Malvert willen graag dat de Jumbo wordt uitgebreid en hebben hiervoor actie ondernomen. We hebben heel veel klanten. We hebben in 6 dagen tijd 1631 handtekeningen opgehaald. Uitsluitend door de formulieren bij de winkels neer te leggen. De bewoners zijn er erg opgebrand dat de Jumbo blijft en liefst uitbreidt. Maar Vergunst is niet van plan wijzigingen aan te gaan brengen. Nou, we hebben vanavond als college de discussie gehad met de raad. En wij denken dat we een goed voorstel hebben gedaan en we zien ook voldoende draagvlak in de raad om hiermee door te gaan.